Yo, hey, wat mensen, alles goed? Ik heb er vandaag. Zo, what the fuck. Ik heb er vandaag voor gekozen om geen vlog te uploaden, omdat ik jullie even een update wou geven over wat er gebeurd was. Voor de mensen die niet weten wat er is gebeurd, ik heb helaas een auto-ongeluk. Zo, what the fuck, man. Ik heb helaas een auto-ongeluk meegemaakt. Ik ben fucking hard in mijn zij gereden. En ja, dat was wel even schrikken, man. Holy shit. Zeg maar, ja, nou ja, ik wou in ieder geval, ja, ik weet niet, ik wou er wel iets over kwijt, omdat dat is wel schrikken, man. Ik zeg jullie eerlijk, want dat is fucking eng. Ik zag die auto naar mij toe rijden. Ik riep fucking hard, fuck. En toen kaboom, bam. Mijn auto ging ook zo even aan de zijkant, zo. Ik schrok mij dood. Ik stapte uit. Ik dacht van, fuck, waarom weer bij mij? Waarom deze boze oog? De meeste mensen zullen zeggen, omdat ik die domme story over Jordi heb geplaatst. Ja, dat slaat gewoon nergens op. Ik heb nog nooit zoveel mensen gehad die mij dood willen daardoor, though. Ik wou dit gewoon even met jullie sharen, omdat, ja, waarom niet? Hè? Ik kan maar beter iets positiefs uit deze situatie halen dan alleen negatief. En op mijn bank zitten huilen, omdat dat is gebeurd. En de hele tijd bij stilstaan, maar uiteindelijk heeft dat niet zoveel nut. Kijk, dat is super kut dat dat is gebeurd. Maar ik geloof op een of andere manier dat alles om een reden gebeurt. En dat, ja, dat is super kut alsnog. Ik baal er echt super erg van. Ik had eindelijk een auto. Ik had eindelijk een rijbewijs. En dan gebeurt dat na 6 maanden. Iedereen die zegt leer rijden, shut the fuck up. Je weet niet wat er gebeurd is. Ik ging links afslaan. Ik had oranje. Ik was niet aan het hijjekken. Ik kijk naar rechts. Ik zie die auto aankomen. Ik dacht, what the fuck? Wat doet hij? En gewoon kaboom, man. De bal erop. Die knal, die knal, die ga ik nooit vergeten. Die was zo fucking luid ook. Die airbags gingen er ook uit. Wow. Uiteindelijk probeer ik positief te blijven in deze kutsituatie. Zo, die dag was wel echt kut. Gisteren voelde ik mij ook nog even kut. Maar vandaag gaat het wel iets beter. Kijk, uiteindelijk heb ik zelf niks. Dat is het belangrijkste. De andere partij die heeft ook niks. Dus dat is ook goed. Maar alsnog, ja, baal ik wel gewoon fucking erg. Nog eens om terug te komen op die story dat ik had gemaakt. Als je dat karma vindt, ja, dan ben je gewoon een fucking breinloze cel. Maar ja, ik verwacht ook niet anders van die kijkers van hem. Die hebben zeg maar nog geen besef van leven. Die snappen niet wat die zeggen. Die zijn meestal misschien maximum 14 jaar oud en die snappen gewoon niet wat die zijn aan het zeggen. Wat ik ook niet erg vind. Ik was waarschijnlijk ook zo. Dus ieder zijn ding. Iedereen moet opgroeien. Iedereen maakt domme fouten. Ik ben er ook een van. En we leren alleen maar meer. Het enige wat je kunt doen uit fouten is het gewoon het positieve daarin meenemen en gewoon checken dat dat een les is. Fouten zijn alleen maar lessen. Hoe kut die fouten ook kunnen zijn. Hoe fucking kut die fouten ook kunnen zijn, zijn alleen lessen. En deze dingen horen er ook bij, denk ik. Helaas. Ik die meteen mijn matten ga opbellen die elke dag vlogt. Waarom? Geen idee. Maar ja, ik gun hem. Ja, nou ja, het is ook content voor hem. Langs de andere kant. Niet dat dat het eerste is waar ik aan dacht op die moment. Maar ik dacht gewoon van, oké, ja, wie de fuck moet ik nu bellen met mijn auto? Wie is er dichtbijzijnde? En Gio was de meneer. En super, ja, dat hij er ook gewoon direct in zijn auto stapte en er zo snel was. Dat apprecieer ik ook fucking hard. Zo'n vrienden moet je echt koesteren en die moet je dicht bij je houden. En ja, blijf maar zeggen dat ik het billenmaatje van hem ben. Sure. Eh, ja. Jullie zien het als billenmaatje. Ik zie het gewoon als vriendschap. Ik snap dat 14-jarige kinderen daar nog niet beseffen wat dat echt net inhoudt. Is niet erg. Komt wel. Maar ja, man. Voor de rest gaat alles wel lekker eigenlijk, denk ik. Het weer is lekker. Ik hoop gewoon dat deze dagen snel voorbij zijn en dat ik volgend jaar gewoon daarna terugkijk en gewoon denk van, wow, haha. Ik hoop ook dat ik geen rijangst ga krijgen, holy shit. Dat zou er nog eens moeten bijkomen, maar ik werd aangeraden dat ik gewoon snel terug moest gaan rijden, omdat je anders snel rijangst of zo krijgt. Dus dat moet ik even fixen. Het wordt wel even weer eng, denk ik, om even te rijden, denk ik. Omdat ja, dat moment zit echt in mijn fucking brein gegraveerd. En uiteindelijk gunt je dat niemand, inderdaad. Uiteindelijk had ik een story gepost van Jordi, die in zijn ziekenhuisbed lag. En van wilt jij terug? Ja, dat was gewoon puur omdat ik die wou uitlokken om boxing-influencers te doen. Maar ja, jullie shell-membraan snappen dat niet. Ik ga deze video ook niet ondertitelen, fuck maar op. Daar heb ik even geen zin in. In ieder geval heb ik alleen maar leuke vrienden rond mij die mij al hebben gebeld. Altijd checken op mij hoe het gaat. Want alsnog doet dat, ik heb wel het gevoel dat dat mentaal iets met mij heeft gedaan, denk ik. Want ik was wel echt fucking hard geschrokken, maar ik weet niet in hoeverre. Is ook net gebeurd. Let it sink in. Een lelijke mic ook, man. Ja, eigenlijk heb ik er niet meer zo over te vertellen. Ik ga blijven knallen met mijn vlogs. Er komen wel leuke vlogs aan. Ook leuke video's met Emma en zo. We kunnen het goed vinden met elkaar, dus alleen maar leuk om dan ook leuke content te maken. Daar ben ik heel blij om. Mijn DM's blijven ook volstromen. Sukkel W. Jordi. Ik ga niet zo stoer doen met MDMA, want Jordi Storm is nog steeds de GOAT. Sure. Ik kan echt een hele video maken ook over deze reacties. Maar heb ik daar zin in? Ik weet niet. Ik wil er wel een paar voorlezen als jullie willen. 100 punten. Ik had wel deze DM gekregen. Ik zal die even in beeld doen. Team Jordi. KK Sukkel. KK Homo. Jij gaat kanker dood morgen. Morgen komen we met een motor binnen. We gaan je kankerhuis leegroven. En je kop eraf vakken. Maak je alvast ready voor de dood. Ja, zo'n dingen, man. I love that. Tja, dat is karma, maat. Ongeluk was by the way niet hard genoeg, want stories maken lukt nog. Ja, yeah, Anthony, I know. It was a great beef. Bedankt voor het meedoen. En misschien in de toekomst kunnen we weer beeven. Nu even rust voor mij.
Even genoeg. Ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer, like, deel. En ja man, ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn. Ja man. Doei.